Zes jaar geleden openden de poorten van Billy Bird Park Drakenrijk. De afgelopen jaren was het park vooral een strandbad. Maar nu, in 2019, gaat er iets groots gebeuren. We openen namelijk een gloednieuwe buitenspeeltuin, compleet met balloon monorail. Vandaag wordt de baan van de gebroken puin gereden. Dat is eigenlijk de onderlaag voor het asfalt. Dus we gaan hier, volgende week wordt hier asfalt gelegd. Ja, zo zien we eigenlijk iedere week zien we het hier wel weer veranderen. Wij wilden graag een mooi groot speeltoestel ontwerpen met de looks van een attractie. Wij zien bij die monorail dat kinderen daar gewoon een erg leuke attractie vinden. Dus ja, die wilden op Drakenrijk ook eentje hebben. Ja, ik denk dat hij wel mooi staat hier. We hebben hem daar eigenlijk hier neergelegd, de monorail, zodat hij vanaf de snelweg ook goed te zien is. Dan zie je ook dat hier iets leuks te doen is. Ja, hier is een heuvel aangelegd die midden in de speeltuin staat. Meerdere toestellen, zodat je toch al een redelijke speeltuin kan aanleggen. Schommel, een kabelbaan, een dubbele. Dat is wel een leuk ding. En dan wat draaitoestellen, dus die vinden kinderen ook altijd leuk. Ja, uiteindelijk wordt er dadelijk een gedeelte wat afgescheiden wordt van de rest van het strandbad. Een soort zoals bij Heemrijk vergelijkbaar is, dat wordt dan kinderland. Het concept van een Billy Bird Park is natuurlijk dat er natuur is, een natuurzijde. Natuur wordt aangelegd bij Drakenrijk nu. Dat gaat nog gebeuren na dit seizoen. En we hebben een strandbad voor het mooie weer. Een buitenspeeltuin, een recreatiepark voor het weer tussen 18 en 25 graden. En een binnenspeeltuin voor dagen dat het kouder is als het regent. Nou, dat concept herhalen we bij Drakenrijk. We zullen in de loop van de jaren natuurlijk nog verder uitbreiden met die buitenspeeltuin. En voor de jeugd maken we een beachbar. En daarmee herhalen we een stuk van het concept. Zoals we dat bij Heemrijk hebben, maar wel op een andere manier. De volgende keer gaan we een kijkje nemen bij de bouwers van de Balloon Monorail. En laten we zien hoe deze geplaatst wordt.